De uitreiking van de jaarlijkse MVO Awards vond gisteren plaats in Wijchen. Het Radboud UMC is de winnaar geworden van de MVO Award 2017. Burgemeester Bruls was aanwezig bij de bekendmaking en reikte de award uit. Katie van Beek nam als lid van de Raad van Bestuur de award in ontvangst. Ja, ik ben ontzettend blij. En niet alleen voor mezelf, want ja, ik ben ook maar een vertegenwoordiger van die 10.000 mensen die dag in dag uit proberen groen te denken en te doen. Gabi Erens van de stichting Rijk van Nijmegen Uitdaging vertelt wat die prijs precies inhoudt. Het is eigenlijk een beeld, hè, waarmee wij zeggen dat deze onderneming zich het meest maatschappelijk betrokken ondernemer toont in het Rijk van Nijmegen. Dat betekent dat het een organisatie is die heel aantoonbaar zich bezighoudt met planet, met people en met profit. En heel erg betrokken is ook in de omgeving om daar iets te betekenen voor de gezondheid van de mensen, de eigen mensen, maar ook andere mensen in de omgeving. Het milieu hoog in het vaandel heeft. En dat zowel op beleidsniveau als echt op de werkvloer. Ja, de beste ideeën komen vooral van de werkvloer. Mensen die elke dag bezig zijn met incontinentiematjes, met implantaten, met allerlei andere zaken die het milieu vervuilen. Zij staat met haar medewerkers heel erg open voor initiatieven vanaf de werkvloer. En zij is wel echt iemand die het heel erg uitdraagt, maar zij kan het niet alleen doen. Dus het is eigenlijk de hele organisatie in de breedte en in de diepte die hiervoor gezorgd heeft.